hou van deze muziek omdat voor mij dat is niet juweel, maar juweeltje. Dus kleine juweeltje. Je kan dat alleen zien via de vergrootglas, maar dan sta je perplex wegens de ongelooflijke mooie combinatie en de kleuren en de nuances, etc. Ik hou ontzettend veel van dit muziek. Door de simpele middelen, vind ik, ja, om te schrijven deze muziek, hij bereikt de toegang door jouw diepste gevoelens. Volgens mij dat is het vier verschillende toestanden van je ziel. Ik speel dit muziek meer dan 25 jaar. Maar iedere keer als ik het uitvoer, dat raakt mij in mijn ziel. Tot het diepste punt. En dat betekent dat het is het meesterstuk. Ik voel me in ieder geval 15 jaar jonger als ik speel dit stuk. Ja? En ik heb een bepaalde houding. Ik zit altijd zo diep op mijn stoel, maar hier onbewust, ik kom op de puntje. Ja? En ik voel me anders gewoon. Ik voel me veel jonger en ik voel me als iemand die heeft dat eerste keer in zijn leven gespeeld en wordt verplext of perplext door de schoonheid. En ik vind dat fantastisch. Ik beschouw dit stuk, dit Strijkerserenade van Tchaikovsky, als de meest fantastische stuk wat Tchaikovsky heeft ooit geschreven. Beetje bescheiden. Zo moet je de muziek spelen, zo moet je. En soms reactie van het publiek, ik zie mensen. Die zitten in de hemel. En dat is het mooiste als orkestermuzikus wat je kan bereiken.